oude heer. Je hebt de kleine schoentjes aangetrokken. De rug wil ook nog steeds nieuw. Dan zien we weer met een nieuwe aflevering van het E van Koelen. Ik ben natuurlijk weer niet alleen gekomen. We hebben schitterende uitvindingen voor u meegenomen. En natuurlijk ook de jury is weer aanwezig. Hier zit die Frits Bom van ons Redsteden. Bravo. En de pionel van de 5 uur show en de spaarlamp. Kunnen jullie dus even, we gaan weer eens kijken wat voor uitvindingen er zijn. De eerste uitvinding, dames en heren. De eerste uitvinding die komt van twee uitvinders, namelijk Bert Breme en Peter Nietzsche. En ze komen uit Brunsum. Ja, zeker wel. Bart Breme. Bart. Ja, Bart, dat is Peter. Dat is Peter. Je komt net van het krantenbureau. Ja, ja. Wat ben je aan het doen? Ja, ja, ik ben kranten onderbrengen. U bent? Kranten onderbrengen. Kranten onderbrengen. Ja, ja. Oh. Ja, daar sta je. We zijn hier een beetje laat, nou. Je moet ons morgens vroeg met de kranten rondbrengen. Het is een speciale, speciale krant. Speciale krant. Oh, ben u ook een krant rondbrengen? Ja, ja, ik ben ook een krantenbezorger. Ah, op die manier, juist. En hoe ben u elkaar tegengekomen? Via de brievenbus? Nee. U de een stond aan de ene kant en dan met de oude, met z'n tweeën. We zitten bij elkaar op school, hè. Oh, op school? Op school, ja. 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 Nou, dat geeft nog niet, dat is toch goed? Nee, nee, nee. Dat is geen probleem. Jullie zijn nog niet zo oud, dus ook geen. Heb je al meer uitvindingen gedaan of zo? Want dat leek me niet, u bent nog heel jong. Nee, dat is een van de beste die we hadden. Een van de beste? Ja. De beste. De beste. De beste. Ja. Nou, dan zijn we vreselijk benieuwd wat het is natuurlijk, hè? Het is een automatische brievenbusopener. En die werkt door met de krant. Kan hier over die gleufje, over die sensoring gaan. En dan springt hij de kende kant in de gleuf worden. En dan valt hij dan bent in de gleuf. Hij bent. Af. Oefening barkant, zeggen ze. Oh, dus dat is dus, je hebt zo'n ding voor je brievenbus zitten. Wat is dat dan, dat ding? Een sensor is dat. Pardon? Een sensor. Dat hoef je niet aan te raken. Kijk gewoon boven met de hand en dan gaat hij erom. Een sensor. Sensor. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Een elektronische schakelaar is dat. Een elektronische schakelaar. Ja, 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 natuurlijk. Ja, ik weet niet. Het is, dus als je er wat voor houdt, dan gaat hij automatisch gaat de klep op. Ja. En dan gaat de krant zo in de kleur. Ja. Is ook handig voor mensen met één arm. Want die hoeven dan de krant niet. Of de kleur. De, oh ja. Die hoeven de brievenbus dan niet altijd met de kop te openen of zo. Met de kop te openen? Ja, want jij hebt maar één arm. En wie heeft maar één arm? Ja, een vriend van me, Patrick Balters, Balterszaak. Die heeft maar één arm? Ja, ja. En doet hij met zijn kop de deur open? Nee, doet met de kop. Met zijn kop? De dingen zo open. Oh, wat doet hij dat dan voor? Ja, omdat hij maar één arm heeft. En dan gaat het moeilijk met de maar hij kan toch nooit door die gleuf heen? Waarom doet hij dan met zijn kop de deur open? Om die krant erin te houden. Die wil toch een centje bijverdienen. Oh, die is ook bizar. Die is ook bizar, ah, ja. Op die manier, ja. Ja, ja. Het is ook wel wat voor een gynaecoloog of zo, met zo'n ding ervoor. Ja. Ik wil hem wel eens leren, hoor. Dat maakt niet uit. Nee, u bent daar makkelijk in natuurlijk. Dat is voor echt handig. Ja, het leek me ook bijzonder handig, ja. Ik denk dat het wel gemist iets wat jaren gemist is. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel een aardige poging. En iets dat lijkt op een echt serieuze uitvinding. Er is goed over nagedacht. Ik denk dat heel wat krantenbezorgers en postbestellers hier blij mee zullen zijn. Een paar vragen. Het is natuurlijk een apparaatje dat geld kost. En ja. Wat kost dat ongeveer als iemand dat zou willen aanschaffen? Rond met de maakkosten helemaal klaar. Leef maar. Ja. Rond 50 gulden. 50 gulden. Dan zal het toch een hele tour zijn om daar mensen voor warm te maken. En er bestaan bij de PTT is nogal vervelend wanneer het brievenbussen betreft. En die hebben allerlei voorschriften. Hebben jullie nagegaan of dit strookt met de voorschriften? Of dit zou mogen? We zijn het nog niet nagegaan, maar we hebben al een brief in de aanleiding. Die is al gestuurd. Wat dan u? De brief is al gestuurd. Welke brief? Naar de PTT om aan te vragen of die wel wettelijk goed is. Oh ja? Oh ja. Oh, en nog geen bericht? Nee, nog niet. We zijn er achteraf. Ja. Natuurlijk. Ja. Viool. Heb je ook klep op automatisch over? Ja. Dan zeg jij wel op. Nee, maar luister, de kans is natuurlijk heel klein, hè? Maar stel je woont in een boomrijke laan en er zit een vogel op een tak boven je huis en die laat. Precies. Gaat hij dan ook open? Ja, dat is wel.
Oh, die kan wel heel goed mikken dan. Dat is toch een vreemde... Kan wel goed mikken. Een vreemde maar blijft het dan openstaan? Ik bedoel... Ja, de praktijk heeft het nog niet uitgewezen. Dus, Nee, want het is meer een uitvinding voor jullie. Het is handiger voor jullie, want hoef je niet met twee handen zo te doen. Maar ik denk dat ik toch moeite zou hebben om zo'n ding aan te schaffen. Want voor de ontvanger is het niet... Hè? Ja, maar hij is toch zielig voor al die gehandicapten met één arm. Tot hij die bus die op. Nou, daar is inderdaad vreselijk handig voor. Ja. Dat was het. Ja, ik wist verder ook niet over. Het is in ieder geval heel... zijn er al woningen uitgevoerd met dit in Brunsum? Ja, we hebben er zelf ook in op de deur. En de uitslag is positief. Oh. Alles nou, oké. Wees er blij mee. Huh? Dank, meneer Columbus. We zien elkaar zo terug. Een geweldige uitvinding, hè? Dus toch even over nagedacht om een deur met een automatische gleuf. Ik had nog nooit gezien. Misschien dat ze ook iets kunnen uitvinden voor ongeadresseerd drukwerk. Wat zeg je, Frits? Ongeadresseerd drukwerk, dat natuurlijk zou ook lukken. Ongeadresseerd drukwerk. Ja. De volgende uitvinder, dames en heren. Ik word er een beetje nerveus van.